zijn dat we een beetje last hebben van de achtergrondgeluid. Dus kunnen we de deur open om nog over te denken van nou, misschien lopen nog mensen. Ja, hoeft ook niet helemaal dicht. Klein beetje zo. Ja, maar op een keertje, dat kan wel. Ik wil me eerst excuseren dat ik erbij ga zitten, want meestal als je een college geeft, dan sta je erbij, ook op de universiteit. Net zoals mijn collega dat net deed. Maar ik ben vorige week van de trap gevallen en mijn enkels waren gekneusd en mijn wanden geschud. Nou, lang verhaal, heel zielig, maar het komt goed. Maar ik ga er dus wel even bij zitten, als jullie dat goed vinden. Ja, wie ben ik? Zoals jullie zien staat een hele mond vol. Associate Professor Biomedical Sciences en voorzitter van het platform Diversiteit en Inclusie. Dus mijn voorganger die vertelde net over het meritocratisch stelsel. En dat betekent naast haar uitleg ook een beetje dat je in Nederland eigenlijk, als je de mogelijkheden hebt en als je de cognitieve vaardigheden hebt, dat je hier ook de kans hebt. Dus we hebben een stelsel, de gezondheidszorg is toegankelijk voor iedereen. Dan hoef je niet een hele grote hoeveelheid geld te hebben om toegang tot de gezondheidszorg te krijgen. En als je goed kan leren, dan heb je ook toegang tot onderwijs en kan je daar terecht. Dus in principe is, zover ik het heb begrepen, ook het meritocratisch stelsel. Ik ben een voorbeeld van dat het kan werken. Dat het succesvol kan zijn en dat je, als je goed kan leren, dat je daar kan komen. Want hoe is mijn verhaal? Ik was, mijn ouders, de eerste generatie met arbeidsmigranten uit Turkije, zijn in de Achterhoek terechtgekomen. Mijn vader werkte in de papierfabriek, Saltona heette dat. En ik was een klein meisje in een klein dorpje, dat heette Zelhem. En ik had het grote geluk dat vlak achter ons huis een bibliotheek was. Dus ik vind het ook fantastisch dat ik dit verhaal openbaar voor het eerst in de bibliotheek vertel. En ik was misschien wel een beetje een kleine nerd, dat vertelde ik ook aan Paul, zonder dat ik me dat natuurlijk überhaupt bewust van was. Wij hadden thuis geen boeken. Wij hadden thuis geen ouders die voorlazen. Ik heb fantastisch een liefdevol gezin gehad, maar er was geen aandacht voor leren of dat we daar enige focus hadden, de dagelijkse doen van dingen. Maar intrinsiek was ik dus blijkbaar wel gemotiveerd en ging ik bijna elke middag, maar in elk geval op woensdagmiddag, dan had je zo'n zaaltje als deze met allemaal kussens op de grond. En er zat een mevrouw, een voorleesmoeder, heette dat, hè? Die zat boeken voor te lezen. En elke woensdagmiddag zat ik daar, want dat vond ik fantastisch. Dus ik had geluk dat ik dat kon, dus dat is ook Nederland waar het wel kan. En toen hadden we de CITO-toets in groep 8, heet het nu tegenwoordig, dat heette vroeger klas 6. En toen had ik de CITO foutloos gemaakt. En wij hadden thuis er nog nooit over gehad. Ik heb zelf nu kinderen die net groep 8 en afgerond naar de middelbare school gaan, hoe dat proces verloopt. We hadden er thuis nooit over gehad. Totdat we dan dat gesprek hadden met meester Schreurs, heet hij, dat waar gaat kunnen naar de middelbare school. En zelf had je alleen maar de huishoudschool. Papa zei, huishoudschool? En ik zei, of ik. Niet eens over nagedacht. Ik was er ook niet zo mee bezig. Toen zei meester Schreurs, nee, dat kan echt niet. Kunnel kan goed leren. En toen zei mijn vader, nou, oké. Wat betekent dat dan? Nou, dan moest ik naar Doetinchem 8 kilometer fietsen. Dus dat was nogal wat. Nou ja, als we een klein streep, een beetje daarvoor. Gelukkig zei mijn vader, nou, oké, als u dat zegt, gaan we doen. Waarom vertel ik jullie dit? Het thema is armoede. Het thema is ook 1 kind, 1 leraar, 1 pen, 1 boek. Ik denk dat ik best daar een voorbeeld van heb, daarvan ben, dat ik... Kan de wereld veranderen? Kan de wereld veranderen? Want niemand, mijn vader zegt, wie had ooit gedacht, hè, toen hij als arbeidsmigrant uit Turkije, via een lange route, wat een verhaal waard is, hoe dat allemaal verloopt, hoe de mensen hier naartoe zijn gekomen, dat ik dan hier op de Universiteit Utrecht, als associate professor, en wie weet wat daarna nog komt, had kunnen worden, kunnen dromen. Uiteraard heb ik ontzettend mijn best gedaan. Maar ik ben het helemaal met mijn voorganger eens, en dat verhaal wil ik jullie dan vertellen, dat ik ook geluk heb gehad. Want naast dat je goed kan leren, naast mij zijn er nog talloze kinderen die eigenlijk de potentie hebben, maar misschien niet die leraar hebben gehad. Of misschien niet die docent hebben gehad. Want ik denk dat ik op verschillende momenten, niet alleen in groep 8, maar ook op de middelbare school, maar vooral ook op de universiteit, waren de docenten die mijn talent zagen, die mijn ambitie zagen en die dan een soort mentor vervulden. En tot op de dag van vandaag, ook in je volgende stappen, en ook al ben je zover als ik, we hebben allemaal een mentor. En ik geloof erin, en dat is waarom ik dit verhaal eigenlijk voor het eerst zo in de openbaarheid vertel, omdat het thema er ook is, wij kunnen met elkaar het verschil maken. Al is het maar 1 kind dat je de
thuis komt spelen, of dat je dan een leraar bent, of dat je docent bent op de Universiteit Utrecht, dat je eens een keer naar iemand toestapt van, hey, hoe is het voor jou, wat kan je, gaat dit goed, et cetera. Dus dat is waarom ik het vertel. En ik ben biomedisch wetenschapper geworden, ik ben een celbioloog, jarenlang op het lab, en nu geef ik onderwijs en leiden wij nieuwe toekomstige biomedisch onderwijs op. Mensen die, zoals mijn collega net bijvoorbeeld, vaccins ontwikkelen. Mensen die nieuwe therapieën bedenken voor kanker. Daar leiden we hele moeilijke materie. Maar de afgelopen jaren, en dat soort onderzoek, biomedisch onderzoek, dat is natuurlijk internationaal. We doen het wel in Nederland, maar dan moet je met internationale mensen over de hele wereld met elkaar praten, met elkaar discussiëren, de literatuur volgen en noem maar op. En wij zijn super internationaal, maar er zijn eigenlijk heel weinig kummels op de universiteit. Mensen die gewoon uit de Nederlandse samenleving, ik kan niet de enige zijn die intelligent genoeg is. Dus wat mijn aandacht trok de afgelopen jaren, is dat ik dacht van, hey, hoe gaat het eigenlijk, waarom zijn deze kummels er niet? Waarom is die diversiteit van de Nederlandse samenleving niet op de universiteit? En daar ben ik me in gaan verdiepen. En de volgende dia, die laat een beetje zien wat er helaas, ondanks de kansen die Nederland echt geeft, ik geloof in Nederland, ik hou van Nederland en ik voel me heel erg Nederland. En ik ben dankbaar voor de kansen die ik heb gehad, laat ik dat heel duidelijk zeggen. Maar dit is ook een werkelijkheid die we in Nederland hebben. Er zijn echt nog heel veel jonge mensen die de weg naar de middelbare school of met de juiste niveau of de weg naar de universiteit niet voldoende weten te vinden. We hebben nu ook met onze selectiemethodes, maar zien we ook dat misschien jongens en jongens in het bijzonder ten opzichte van meisjes, maar ook mensen met een migratieachtergrond eigenlijk minder goed door die selectieprocessen heen komen. Dus dat we, hoe we dat ingericht hebben, onbewust mensen misschien wel uitsluiten. Wat dit plaatje laat zien, en dit is eigenlijk in alle takken van de sport van de universiteit, maar ook in mijn biomedische wereld en de medische wereld, dat je potentieel best wel een groep hebt, 20%, maar gaandeweg naar de bachelor, master, PhD, voor mensen die het traject van de universitaire wereld kennen, dat er dan naar een fatsoenlijke carrière, zoals ik die wel heb mogen hebben gelukkig, is dat we gaandeweg mensen verliezen. Maar mensen die hier beginnen, dat waren allemaal slimme jongens en meisjes. Dus het waren wel potentieel kansrijke mensen. Maar hoe kan dat? Dat is natuurlijk wel super interessant, waarom we ze verliezen. Nou, ik heb afgelopen jaren talloze studenten gesproken, talloze collega's gesproken. En dan blijkt toch dat er iets is wat ik dan hidden curriculum doe. Dat is een verborgen curriculum. Voor mensen voor wie het woord curriculum niet kennen, dat is hoe het onderwijs is ingericht. Je hebt het onderwijs wat heel zichtbaar is. Ja, je hebt de rooster, je hebt de vakken en al dat soort dingen. Maar wat je daarnaast ook hebt, hoe horen dingen? Hoe gebeurt het? Hoe bouw je een netwerk op? Hoe bouw je cv op? Hoe zorg je dat je die extra stage hebt gevolgd? Hoe zorg je dat je cv aantrekkelijker wordt als je straks je baan wil gaan krijgen? Dat zijn nou echt de extra's die heel erg nodig zijn, waar als je dat van huis uit niet meekrijgt, of dat er geen mentor of een docent is, of een leraar is, of een vader en moeder van een goede vriend, die dan net dat extra zetje kan geven, waardoor je daar bewust van wordt. Laat staan dat je misschien nog wel de weekenden heel veel moet gaan werken, omdat je namelijk geen ouders hebt die elke week zoveel 100 euro op je rekening stort. Zorg jij nou maar dat je alles haalt. Dat is dan toch wat het meritocratische stelsel soms ingewikkeld is. Theoretisch hebben we allemaal gelijke kansen, maar soms moeten we elkaar toch ongelijkwaardig behandelen om die gelijkheid te kunnen creëren. Dus ik ga heel snel even door de PowerPoint heen. En overigens is het niet alleen voor mensen met een migratieachtergrond. Er kunnen allerlei vormen van diversiteit zijn die belangrijk zijn. Je kan de eerste in je familie zijn uit Zeeland. Je kan zwaar gereformeerd christelijk zijn en in een medische wereld zitten, of een biomeester, ze zeggen, hoezo gelovig? Allerlei vormen van dat je op een andere manier, dat je niet tot het grote mainstream of tot de standaard hoort, kan allemaal zorgen voor momenten dat je er net niet bij hoort of er buitengesloten wordt. Het zijn allemaal aspecten die meetellen. Iedereen die wel eens in een sollicitatiegesprek heeft meegedaan, weet, past niet in het team. Want we willen een team wat allemaal mensen op elkaar lijken. Maar als je echt verschillende expertise en verschillende krachten en
en talenten wil hebben, moet je juist iemand hebben die niet in het team staat. Dus als ik een training geef aan onze docenten op de universiteit, dan zeg ik, het eerste wat je kan doen de volgende keer, neem eens iemand aan die niet op jezelf lijkt. Of dat nou een karakter is, of hoe het eruit ziet, of jong en oud is, begin daar maar mee. Neem eens iemand aan die niet op jezelf, die niet standaard in het team past. Misschien brengt hij wel wat extra's of een andere kijk op de zaak. Dat is mijn advies waar ik in geloof. En dit is waar studenten dus ook wel eens tegenaan lopen. Het zijn misschien wel mensen die deze wel eens gezien hebben. En we hebben het heel vaak over gelijke kansen. Dat noemen ze in het Engels met een mooi woord equality. Maar wat je eigenlijk zou willen is equity. Het gaat gelijkheid en gelijkwaardigheid. Iemand in een rolstoel, ook helaas zelfs bij ons op de universiteiten, zeker in de gebouwen van de binnenstad, is, dan zeggen we, behandel iedereen gelijk. Maar iemand die in een rolstoel zit bijvoorbeeld, nou neem nou nu bij mij, ik ervaar het zelf ook, die kan je niet gelijk behandelen. Dan moet je extra faciliteiten voor treffen. Dat heeft niks te maken met zijn of haar intelligentie. Dat heeft met van een handicap of een achterstand of een beperking of wat dan ook, wat er iemand is. En daar kan je duizenden varianten van bedenken. En moeten we ons daar niet even extra voor inzetten? Of net dat extra krukje geven of dat extra kistje geven? Maar wat we vooral moeten, is eigenlijk sociale rechtvaardigheid. Justice. Hè? En dat is heel moeilijk, maar ik denk wel dat we daar met z'n allen aan moeten. En dat gaat over ons allemaal. Het gaat over jong, oud, rijk. En we hebben er allemaal profijt van als we sociale rechtvaardigheid toch proberen ons het beste voor te doen. En dit horen jullie vast ook wel, van wat is nou diversiteit en inclusie. En wat je op een universiteit best wel vaak ziet is integratie. Dit is die segregatie wat je ziet staan. Dat is bijvoorbeeld hier in Utrecht, we hebben het over het grote stadsdiner van armoede. Segregatie is bijvoorbeeld, als je kijkt naar de wijk Tuindorp, hè, dat is een vrij witte, homogene wijk. En daar loopt een spoor erheen. En vlak daarachter is de wijk Utrecht-Overvecht. Heel kleurrijk, maar gescheiden naast elkaar leven. Dus dat is echt best wel gesegregeerde leven die we hier bij elkaar in de stad hebben. Integratie is dat mensen wel meedoen. En dat zie je ook wel eens op de universiteit. Is dat er kleurrijke mensen zijn bijvoorbeeld, als ik daarbij blijf. Maar die met elkaar samen, dus die gaan wel naar de universiteit, die gaan ook wel studeren, maar we blenden niet met elkaar. De witte mensen vinden het wel fijn, want dat is fijn samen. Dat is best begrijpelijk van een sociaal perspectief gezien. En de kleurrijke mensen hebben een gezamenlijke noemer, want ze zijn allemaal anders en gaan samen. Maar ik denk dat het de professionele werkelijkheid beter is als er inclusie is waarin we wel al die diversiteit met elkaar, of dat nou gaat over kleurrijke mensen of jong, oud of eerste generatie of welk geloof je dan ook hebt. Maar dat komt, hè, wat ik net allemaal vertelde, is dat we, ik weet niet wat de tijd is, zoals je zegt, ik kan afronden elk moment. Als jullie deze pijlen zien, welk pijl denken jullie dat het langste is? Allebei hetzelfde. Nou, supergoed, maar er zijn heel veel mensen die dit voor het eerst zien en toch denken dat de tweede pijl wat onder staat langer is. Maar ze zijn even lang. En dat hebben we heel veel in het leven, maar ook met mensen en ook hoe we kiezen en hoe we naar mensen kijken. We hebben onbewuste vooroordelen. Dus als je heel snel even iets wil oordelen, dan gaan we heel snel uit van dan kies je voor het makkelijke en sta je niet langer stil. Dus ik wil ook helemaal niet zeggen dat er bewust gediscrimineerd wordt op een universiteit of de route. Maar onbewust hebben we wel dat we mensen misschien toch minder kansen geven dan dat ze verdienen. En wat wij dan met het platform Diversiteit en Inclusie doen binnen het UMC Utrecht, is dat we hebben gezien van je kan niet eenzijdig werken aan om te zorgen aan diversiteits- en inclusievraagstuk. Om de reden die ik in de eerste dia heb laten zien met die Pipeline Challenge. Dat er gaandeweg studenten ook bij ons bij de faculteit Geneeskunde, bij Biomedische Wetenschappen en de geneeskundestudie afvallen. Je moet zorgen dat je een diverse groep studenten hebt. Dus iedereen die de juiste papieren heeft, zou evenredig veel kans moeten maken om de opleiding binnen te komen. Dat is aandacht voor de getallen. Maar we moeten dus ook dat hidden curriculum, dus aandacht voor de organisatie, dat wij docenten, artsen, onderzoekers, dat bewustzijn creëren. Dat is aandacht voor de organisatie, want het heeft allemaal invloed op elkaar.
Maar wat we ook moeten doen is aandacht voor de kennis. Want het interessante is dat die diversiteitsperspectieven de kennis verbeteren. He, net wat ik zei, van, als je verschillende manieren naar elkaar kijkt, samen met verschillende gedachten zet, dan kan je het onderzoek ook beter doen. Neem dan het biomedische onderzoek, ik zal jullie hier een voorbeeld van laten zien. He, recent nog, vrouwen werden vergeten in een analyse en een bepaald merk vaccinatie. Bleek dat bij vrouwen meer bijwerkingen waren dan wanneer de hele populatie in geheel nam. En pas later, toen ze de analyses op mannen en vrouwen apart deden, dan merkte je dat, dat bij dat mannen eigenlijk die bijwerkingen best wel nieuw waren, maar bij vrouwen meer was. En dat zijn ook nog talloze andere vormen. Dus als je divers bent in je team, daar is echt bewijs voor, dan denk je ook aan deze. Pas toen vrouwen meer onderzoek deden aan hart- en vaatziekten, is gebleken dat, dat ze zeiden, hé, maar hoe zit het nou eigenlijk bij vrouwen? Dat is gebleken dat de symptomen van het vrouwenhart, als daar problemen mee zijn, zag anders uit dan bij mannen. Dus wat we nu jarenlang gehad hebben, is dat dokters, huisartsen soms klachten van vrouwen gemist hebben. Omdat ze protocollen hebben die door mannen bedacht zijn, door mannen bij mannen onderzocht zijn. Dus het is, maar die mannen hebben niet allemaal bewust gediscrimineerd. Maar het is wel zo gaaf als toen vrouwen zelf ook onderzoek gingen doen. En nog één voorbeeld en dan sluit ik erbij af, omdat het echt dichtbij is. De eerste zeepdispensers, die als je je hand eronder hield, zwarte handen werden niet herkend. Want in dat team waren geen zwarte mensen die bij het programmeren van die zeepdispensers. Dan moet je zwarte foto's. Die mensen hebben ook niet gediscrimineerd. Maar als je daar niet bewust bent, je bent met elkaar, weet je denkt er niet over na, je bent allemaal wit, dus je houdt het. En nog heel recent, want dat is nog best een tijdje geleden, en dan stop ik echt. Je hebt nog 5 minuten hoor, Kareel. Ja, ik heb mijn horloge niet om te leren. En dat is heel recent. Het zijn de zelfrijdende auto's. Bij dat programmeren, dus ze moeten foto's laten zien aan dat systeem, die dan laat zien, die herkent dan aan het programmeren. Die herkenden minder goed zwarte mensen ten opzichte van witte mensen. Maar dat was gewoon puur omdat in die hele analyse, hè, als je de software laat leren, dan moet je allemaal plaatjes laten zien, klein, groot, dik, dun, zwart, wit. Maar ja, dat zwart waren ze vergeten. En waarom vergeet je dat? Omdat als je team wit is je zelfbeeld, is het beeld van de maatschappij, is wat je om je heen ziet. En ik geloof echt dat heel veel van die mensen niet bewust racistisch of wat zo. Maar die diversiteit is dus ook nodig, maar ook in de gezondheidszorg. De spreekkamer is divers, dan is het ook handig als de diverse potentieel op de universiteit eigenlijk ook kansen krijgt om het succesvol af te ronden. En dan samen met een diverse populatie artsen en verpleegkundigen de juiste zorg voor de diverse spreekkamer kan. Klaar. Ja, maar ik heb wel een vraag. Want de universiteit is een wit, patriarchaal bolwerk. Dus wat zijn de breekijzers die je hebt? Wat is de strategie? Hoe pak je het aan? Want doe je het alleen of krijg je wel de wind mee? Of is er al iets voor elkaar? Ja, nou vergeleken met 5 jaar terug, toen we 5 jaar geleden is mijn verwondering begonnen. Want ik ben in principe een biomedische wetenschapper. En een heel klein beetje ben ik nu ook sociaal wetenschapper geworden. En want ik ontzettend natuurlijk in die academische literatuur. Er is echt een aanzienlijk grote groep die zegt van, hey, we moeten hier wat mee. Mijn collega Marieke van der Schaaf zit hier ook en we zijn samen met een groep mensen zijn jullie echt heel hard aan het werk. Maar het is, UMC Utrecht heeft bijna 12.000 medewerkers en de Universiteit Utrecht iets van 6.000 en 30.000 studenten. Dus we hebben het niet zomaar veranderd. Maar we moeten in die driehoek tegelijkertijd werken, want dat heb ik wel geleerd. Als je zegt, hey, we gaan zorgen van, kom, 20% is divers, we zorgen gewoon dat ze binnenkomen en daarna gaat het vanzelf, is niet zo. Dus als je niet aan die driehoek tegelijkertijd werkt aan deze aspecten, dan denk ik dat ze net zo hard binnenlopen als dat ze weer net zo hard uitlopen. Er zijn in het bedrijfsleven talloze voorbeelden van, dat ze de instroom, volgens mij hebben ze bij McKinsey en zo, hebben ze echt heel divers geselecteerd. Met mensen waar met de cultuur die er heerst in de bedrijfscultuur zo ongelukkig, dat ze allemaal stuk voor stuk weer zijn weggegaan. Maar ik geloof ook in dat we dus aan heel veel outreach moeten doen. Dus dat is ook waarom ik hier bijvoorbeeld zit. Wat? Aan outreach heet dat, hè, dat je daar buiten toe treedt als universiteit. En jonge mensen, we hebben met een collega die heel goed met kinderen is programma's opgezet. We gaan naar scholen toe, naar lagere scholen. We willen laten zien dat je met UMC van alles kan worden. Van
bij de ICT tot verpleegkundigen, tot dokters die dus aan het bed mensen in slaap brengen. En het spreekt kinderen heel erg aan. Dus ik heb wel het idee dat we daarmee hopelijk jonge kinderen enthousiast maken. En dan tegelijkertijd moeten we met z'n allen, we zijn er nog niet, dus in ieder die we helpen, laten we nou voor jonge kinderen enthousiasmeren zoals mijn leraar destijds mij heeft geholpen en net dat setje heeft gegeven, waardoor ik überhaupt hier zit, denk ik. Maar tegelijkertijd, als ze dan bij ons binnenkomen, moeten en zelfs ik en ook onze collega's moeten helpen om net dat handen uit te reiken en een mentor te worden voor de jonge mensen en die studenten. Zie je nou, als je naar het YouTube kijkt, dat de verschillende groepen, dat die verhouding tussen autochtoon en autochtoon. Bij ICT zitten daar bijvoorbeeld wel veel en bij de zorg minder? Jazeker, hoe hoger in de top, hoe minder divers. Ja. Dus bij de afwas en bij de schoonmaak, ja. En ICT ook wel meer. En ook echt fantastisch, wel jongens. ICT is grotendeels toch wel een jongensberoep. Ook in het ICT, maar dat is ook zo. Ja, dat is. En het interessante is wel dat de potentie wel 20% is. Als je Utrecht stad, dan wordt altijd gezegd, ja, maar Utrecht de omgeving is super wit. Maar het heeft wel een potentie voor ongeveer 20% die een VWO-diploma heeft, die theoretisch bij ons op de universiteit zou komen studeren. Er is een deel, want we doen hier onderzoek naar. Er zijn studenten die aangeven, die zeggen, nou, als ik in Utrecht Overvecht woon, en daar komt een deel van. Ik had mijn VWO-diploma gehaald. Als ik vanaf Utrecht Overvecht naar Amsterdam Zuid reis, is evenveel reistijd als dat ik van Utrecht Overvecht naar de Uithof reis. En als ik daar naar college of naar open dagen ga en kijk, dan zie ik daar een divers beeld. En dan hebben ze dan ze vinden het toch, alle studenten vinden dat, maar ook mensen die eerste generatie in de familie zijn die gaan studeren, die zien daar een diverse beeld en denken ze, oké, blijkbaar kan ik hier iets meer mezelf zijn. Er zijn veel meer mensen die op mij lijken. Dus we verliezen, vind ik zelf, een potentiële groep die eigenlijk ook echt vanwege de kennis die ze mee kunnen brengen voor een betere gezondheidszorg, in mijn geval, verliezen naar Amsterdam. Dus dat is, maar wat Amsterdam nu zegt, daar hebben ze wel binnen, maar ze stromen niet door naar medisch specialisten opleidingsplekken. Want daar zit nog een onbewuste witte bolwerk die zichzelf kiest, omdat dat gebeurt onbewust, want die cv's zien er wat beter uit. En dat is ook begrijpelijk, want als je vader of moeder al dokter is, en ik zal dat straks met mijn kinderen ook doen, dat je ze helpt klaar te stomen voor hoe er geselecteerd wordt. Maar als er niemand om je heen is die zegt van ja, let op, ze letten op dit op je cv, heb je dit wel gedaan, heb je bijbaans, ga nog iets in het buitenland doen. Allemaal prachtige dingen om je cv mooier en krachtiger te maken. Dus, soms is het ook dat als je die twee cv's naast elkaar zet, dat je die van met een typische Nederlandse naam heel theoretisch gezien ook echt wel beter is. Maar ik wil niet zeggen dat die van een Ali of Mohammed of een Gunnel minder goed zou zijn. En kan je die dan de kans geven? Heeft dat te maken met de status van de ervaringskennis? De wetenschappelijke kennis, ja. En die is ook anders naarmate van hoe je zelf kijkt, ja. De rechte persoon. Neem het ook praktijkkennis van werkers of ervaringskennis van het doorleven, het eigen leven. Ja. In hoeverre is daar al ruimte voor op de universiteit om daar mee te werken? Naarmate je denk ik eenmaal in de carrièrelijn bent gekomen, zal dat wel een grotere rol spelen. Maar ik denk zo aan een beginnende carrière echt niet minimaal. Ik geef een voorbeeld, om wat er toch nog in de dag van vandaag nog wel plaatsvindt. Dus ik was laatst een groep training geven aan een groep artsen bij ons in het UMC Utrecht. En dan hebben we open en eerlijke gesprekken. En toen was het ook van hoe solliciteren ze, hoe doen zij nou die sollicitaties? Dat ze een nieuw iemand aannemen tot een medisch specialistenopleiding. Daar hebben ze een stapel van die aanvragen in. Dan moet je sollicitaties doornemen. Oké, die nodigen we uit, die leggen we weg, et cetera. Daar zat er eentje bij, maar wat ik krachtig vind, is dat ze durven te bespreken, dat ze zichzelf ook betrappen dat ze het doen. Dat ze zeiden van, als ik heel eerlijk ben, zei die meneer, laatst had ik een sollicitant, die had in Leiden gestudeerd en was bij de studentenvereniging Minerva geweest. Dat is een
daar zijn vele grote namen van uit voortgekomen. En dat noemen ze Minerva. Die zei dus van, ja, daar had ik die brief. Dus, oh, die is van Minerva. Dus je had die hele cv, Minerva, op de lijst. Die wordt al uitgenodigd. Ja, ik heb nooit aan Minerva gedacht. Of zo, in mijn leven. Dus dan zou je al ten opzichte van de Minerva. Dus het feit dat je bij zo'n studievereniging hebt, kan dus in sommige situaties een pluspunt zijn. Dat soort dingen moeten we doorbreken. Zo wordt deel van bestuurd. Ja. Precies. Ik denk dat we het quote inderdaad mooi af kunnen ronden. Dankjewel, Rudy. Ja. Dankjewel. Voor deze.